kunnen winnen. Dus je moet de ander ook vrij laten, maar ik moet ook vrij gelaten worden om dat niet te doen, om dat niet te willen. Dan gaat het er nog over. Als je doodgaat, vind ik het belangrijk dat wat je gedaan hebt, dan bewaard wordt. In de eerste plaats vind ik het belangrijk om te proberen om te vechten dat de tijd die je nog krijgt, en ik weet niet hoe lang het dat is, dat je dat nog kan werken. Ik heb de afgelopen jaren heel erg veel andere dingen gedaan met schilderen. Het schilderen is achterop gegaan, ik ben niet meer zo vrij, ik durf niet meer zoveel. Dat moet eerst voor mij ophelen. Ik kan niet meer zoveel verschillende andere dingen gaan doen. Ik weet ook niet, ik zie de dagen die je mensen heeft als een zakje knikkers wat je hebt en je weet niet hoeveel knikkers je hebt. Ik bedoel, dat kan morgen afgelopen zijn, dat kan over 5 jaar afgelopen zijn. Maar je kan natuurlijk niet zeggen van tante Hanzo nog meer, ik zijn 90 jaar. Je kan niet zeggen, ik ben nou 58 en dus heb ik nog 90 meer dan. Dat kan natuurlijk niet. Het kan veel en veel korter zijn. En ik vind nu, ik ben dankbaar voor sommige dingen die ik heb meegemaakt. Ook wel dankbaar voor sommige interviews die ik heb gedaan. Wat sloopt dan wel, dus een aantal geesten, dat is leuk, met die saxofonist is leuk. Er waren wel meer dingen leuk, maar nu vind ik, voor mij is het tijd om geen dingen meer naar buiten te doen, maar dingen naar binnen te doen. Dus stil te zijn, ik hoef niet in de krant, ik wil niet in de krant, ik hoef geen tentoonstelling, want ik ben niet klaar. Het enige wat ik hoef is dat af en toe iemand een schilderij van mij koopt of voor materiaal houdt, zodat ik verder kan, zodat we de tandarts kunnen betalen, zodat we de huur kunnen betalen, elektriciteit kunnen betalen. Nou, dat is allemaal nog heel erg veel. Maar ik hoef zelf niet geloofd te worden. Ik hoef zelf helemaal geen behoefte aan het publiek in feite. Dus zo van die parties waar je aan voorgesteld wordt, dan die geefpartij, die drinkpartij, absoluut niet wat ik wil. Dat is niet bij mij. Moeten ze ook niet bij mij uitnodigen, niet bij mij komen en verwachten dat ze eten of drinken krijgen. Ik vind het allemaal wel geluk. Dus ik wil gewoon terugtrekken. Terugtrekken op wat ik vind dat ik moet doen. En ik vind dat het schil. Voor mij is het kleur. Ik wil wel blijven bewegen. Eenvoudig omdat je stil beter voor je lichaam. Anders gaat je geest ook dood. Bewegen wil ik wel. Maar ik ben daar niet zo super. Ik doe mijn best, maar dat is het dan ook. Ik hoef daar ook niks. Ik ben veel te laat met dansen begonnen om daar ooit iets te doen. Mijn voeten zijn ook groot. Om daar ook in klassiek ballet ooit, ook als ik als kind begonnen was, had ik dat niet gekund. Maar kleur is iets waar ik me zeker voel. Er zijn best allemaal mensen die houden niet van die kleur, die houden niet van de verren. Maar het is een gebied waar ik weet waar ik over praat. En mijn droom is in feite om werk te hebben in Parijs. Dat een fabriek thuis zou zeggen van leven eens in de maand de cent eraf of mijn jury ontwerpen. Zodat ik daar dan kan leven, vaak in Parijs kan zijn en verder kan schilderen. Dus als je zou zeggen van als je niet kan leven van de schilderij, wat wil je dan doen? Dan wil ik dat het fabriek mij in dienst neemt en dat ik de cent heb. Nou, wat er na mijn dood overblijft, dat heb ik toch niet zelf in de hand. Maar ik wil wel zeggen dat ik het heel erg heb gevonden dat een vriend van Slobodan en mij, dat was namelijk een Joodse man, Han Bijl, beeldhouwer, schilder, fotograaf, die in een gebouw hiernaast een atelier had. En die heel lang geprocedeerd heeft tegen een Surinaamse vereniging die daar ook ruimte had. Daar uitgepest is door die Surinamers. Ik heb zelf niets tegen Surinamers. Ik had er altijd vrienden. Maar wat zij daar gedaan hebben is afschuwelijk. En dat deel wat Oost daar geflikt heeft, dat is buiten alle normen. En wat de rechter hem gelijk heeft. En niet de kunstschilders daar gelijk heeft gegeven, is ook heel erg.
deze vereniging die heeft het gebouw hiernaast gekocht van Deelraad Oost. Deelraad Oost heeft hem nog een heel groot bedrag gegeven, zogenaamd om geluidswerende maatregelen te nemen. Ze hebben dat bedrag opgemaakt aan auto's en van alles en het is nog een verenigelaai. En Han is zo enorm teleurgesteld geworden na zeker 10 jaar of langer procedure, zo moe. Hij was ook ziek, hij had een trofolongoperatie gehad, hij heeft zelf moed gekregen. Zijn werk is gewoon uitgevoerd en lag bij de vuilnis. En het erge is dat heel veel kunstenaars in Amsterdam worden door uitgegooid. Ze hebben geen recht op vervangende wonen of werkruimte. En wij zijn soms bang dat ons dat ook boven het hoofd hangt. Of dat we op een gegeven moment geen geld meer hebben om de huur te betalen, omdat de koppelingswet er nu eenmaal is. En ja, natuurlijk wens ik niet dat Sobrans werk en mijn werk straks bij de vuilnis ligt. Of we het kunnen voorkomen, dat weet ik niet. Maar mijn eerste zorg blijft toch blijven werken tot de laatste dag dat je het kunt. Toen ik naar Amsterdam kwam, is er een aantal mensen geweest dat ik wel op eigen kracht heb leren kennen. Dus God zei dan niet via mijn moeder, niet via familie. Dat waren bijvoorbeeld Rudy van Dantzig, Hans van Manen, Sonja Dasko, Dean Dixon en Wim Sonneveld. Ik ben erg dankbaar en het heeft mijn leven verrijkt dat ik bij hen allemaal veel repetities heb mogen kijken. In Brabant heb ik nooit iets met mijn lichaam kunnen doen. Ik had geen balletles. Ik mocht ook niks omdat ik ooit de kloos heb gehad. Mijn vader was heel overbezorgd voor me. Ik kon niet schaatsen, ik kon niet hinkelen, ik kon helemaal niets. En toen ik in Amsterdam kwam, heb ik dat allemaal proberen in te halen. Echt inhalen doe ik natuurlijk nooit, maar ik kan het tenminste met mijn vingers bij mijn tenen komen. Over Sonja Gasco wil ik alleen maar dit zeggen. Ik kwam daar binnen en ik had een afspraak met Rudy van Dantzig. En ineens draaide een vrouw zich naar mij om. En ik wist niet dat zij er zou zijn en ik zag haar en ik heb nooit iemand gezien en dat zeg ik in positieve zin, dus ik vind het iets positiefs, die zozeer het ene moment op een man leek en het andere moment op een vrouw leek. Ik vind dat mooi om te zien, ik vind dat boeiend. En dat heeft me altijd ontzettend in haar aangetrokken. Dat wil niet zeggen dat ik lesbisch ben of dat ik met haar bed wou, helemaal niet. Maar ik vond het een soort tijgerin. Dus ik heb dat nooit vergeten. Ik bewaar dat als een heel indrukwekkende herinnering. Ik schilder vaak danseressen. Ik hou van statistieken. Ik schilder daar ook over. Ik denk erover na. Ja, ik vind het ook heel erg dat bijvoorbeeld in Servië en ook in het orthodoxe Israël, het orthodoxe deel van Israël, dat helemaal niet geaccepteerd is. Zangeressen die dat zijn, die worden door de rabbis eigenlijk niet meer verstoten. Nou ja, ik draag die mensen in mijn hart. Ik ben het zelf niet helemaal, maar ik voelde me wel toe aangetrokken. Ze hebben vaak mooiere kleren, leukere kleren, betere humor. Ik voel me daar heel erg in thuis en ik zou hen ook nooit willen verraden of maar iets in hun nadeel willen doen. Nu is het zo gekomen dat Slobodan heeft erg veel dagen gewerkt aan die film bij Hans Noek en Erik de Vries. En hij voelt zich toch een beetje in de steek gelaten, een beetje gebruikt. Omdat nu is er direct alweer een nieuwe ploeg die daar ook een film van maakt. Nou, vind ik zelf natuurlijk. Het is niet zo dat als iemand ooit een schilderij van me koopt, dat hij alle schilderijen bij mij moet kopen. En als, natuurlijk hebben Hans Noek en Erik dus alle vrijheid om nog 30 films met 30 verschillende mensen te maken. Dat kan ik niet zo zeggen.